Hey, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Meet TV. Dit is deel 2 van de Burnout Vragen serie. Deel 1 kan je via deze link bekijken of via de link hieronder in de beschrijving. En nu gaan we snel weer verder. Konden mensen in je omgeving het aan je merken? En waaraan dan? Nee. Mijn broertje en mijn vriend wisten echt wel dat ik zeker niet goed in mijn vel zat. Maar soms gebeuren dingen zo stiekem dat je zelf niet eens doorhebt wat er aan de hand is. Ik merkte bijvoorbeeld wel dat lezen en schrijven echt een stuk langzamer ging. En dat ik heel veel dingen niet onthield, terwijl ik echt wel een heel goed geheugen heb. Maar ik dacht niet dat dat iets ernstigs was wat een vakantie niet zou kunnen oplossen. Mensen waren juist heel erg verbaasd toen het gebeurde. Omdat ik constant over reizen praatte en heel graag die grote reis voor mij wilde maken. Niemand zag het aankomen. Inclusief ikzelf niet. Wat hielp jou om weer beter te worden? Dat zijn een aantal dingen bij elkaar. Met stip op nummer 1 mijn support system. Dus de mensen die ik achter me had staan en die me allemaal zo respectvol behandelden en begrip toonden voor mijn situatie. Dat zijn natuurlijk mijn vriend, mijn broertje, mijn ouders, mijn allerbeste vriendinnen en mijn schoonfamilie. Vanuit mijn werk kreeg ik heel veel begrip en steun. Mijn bedrijfsarts kan ik oprecht een engel noemen. Die man was echt waanzinnig. Mijn psycholoog had ik een hele goede klik mee. En mijn coach waar ik in de eerste instantie mee heb geschakeld, heeft me ook heel erg goed geholpen. Ik denk dat het veel makkelijker is om je te focussen op je herstel als je de weinige energie die je op dat moment hebt alleen maar daarop hoeft te richten. En niet ook nog eens op het overtuigen van andere mensen dat het toch echt wel een probleem is en dat je niet loopt aan te stellen. Mijn eerste opdracht die ik van de bedrijfsarts meekreeg was eten, slapen, bewegen, frisse lucht en bewust rust nemen. Een soort van mediteren. Ik dwong mezelf echt om regelmatig te eten. En ik hield ook op dat moment een food diary bij. Omdat ik absoluut geen eetlust had en gewoon zo verdrietig was. Ook dwong ik mezelf om echt te blijven bewegen. Of dit nou in de sportschool was of wandelen, dat maakte me niet zoveel uit. Maar ik wist dat op het moment dat je alleen maar thuis gaat zitten, dat je hele grote kans loopt om depressief te worden. En dan ben je eigenlijk nog veel verder van huis. Die eerste fase duurde 6 weken. En hierna kreeg ik een nieuwe opdracht van mijn psycholoog. Opnieuw leren voelen. Wat vond ik echt leuk? Waar had ik zin in? Waar had ik geen zin in? Ik moest van haar echt alleen maar doen wat goed voelde. Dit betekende dat fietsen was uitgesloten. Het ging voor mijn gevoel veel te snel, waardoor ik de omgeving niet in me kon opnemen en waardoor ik heel erg gestrest raakte. Ook te laat komen, iets wat ik altijd deed, was ineens uitgesloten. Ik kreeg gewoon een paniekaanval als ik te laat kwam, dus dat deed ik ook maar niet. Wandelen daarentegen was iets waar ik ineens helemaal gek op was. Ik ontdekte echt een hele nieuwe wereld. Ik zag ineens alle kleuren in de lucht en kon ineens gewoon de hele omgeving in me opnemen. Terwijl je daarvoor altijd gehaast bent, zie je ineens de wereld met hele andere ogen. Ik vond het echt fantastisch om dat te zien. Gelukkig was het in die tijd lekker weer en kon ik vaak op pad. Dus al deze dingen bij elkaar zorgde er langzamerhand voor dat ik me weer mezelf ging voelen. En het is heel grappig, want dan heb je weer iets overwonnen en dan denk je weer, yay, ik ben er weer! En dan probeer je iets anders en dan lukt dat weer niet. Het ging echt met vallen en opstaan. En gelukkig ben ik nooit boos op mezelf geweest over het verloop van mijn herstel. Over de oorzaak, dat is een iets ander verhaal. Maar echt over het herstel en weer af en toe dingen niet kunnen. En dat dingen niet zo snel gaan als dat je verwacht. Nee, daar ben ik nooit heel boos om geweest op mezelf. Hoe ging je om met lichamelijke tegenslagen en oordelen van anderen? Volgens mij heb ik de vraag over lichamelijke tegenslagen net beantwoord. Maar oordelen van anderen, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee te maken gehad. Ik vond eerder een soort van schokkend hoeveel mensen zei, oh, maar dat krijgen zoveel mensen. En ik dacht echt, sinds wanneer is dit normaal geworden of zo? De mensen om me heen die het niet begrepen, die waren daar ook heel open over. Bijvoorbeeld mijn vriend die zei, ik begrijp het niet, maar ik ben er gewoon voor je. En dat geeft wel een enorme vrijheid om over dingen te praten. Daarnaast ben ik zelf ook wel heel selectief geweest aan wie ik het vertelde. Kijk, op het moment dat je zo zwak bent, dan zit je gewoon niet te wachten op mensen die lullige opmerkingen maken of die heel ingewikkeld en kritisch gaan lopen doen. Daar heb je gewoon geen energie voor. Dus ik heb ervoor gekozen om het eigenlijk binnen een hele kleine kring mensen te laten weten die ik echt 100% vertrouwde. En daarbuiten, die mensen wisten het gewoon niet. Daar deed ik gewoon alsof alles oké was. Maar die mensen zag ik ook meestal niet hoor. Ik heb alleen 1 keer iets naars meegemaakt. Ik was een afspraak voor de 2e keer vergeten bij mijn nieuwe huisarts. Dus ja, natuurlijk geen goede beurt. En de receptioniste die was daar best wel pist om. Dus toen probeerde ik het uit te leggen dat ik dus ziek ben. En precies hiervoor ook naar de huisarts moest komen. En toen kwam zij met de goed bedoelde advies van, ja, maar dan moet je het opschrijven en alarmpjes in je telefoon. En ik dacht echt, jij begrijpt het niet. Dus ik begon keihard te huilen.
Omdat ze gewoon niet begrepen hoe het is om in die situatie te zitten. Want ik had het opgeschreven. En je noteert het in je telefoon. En alsnog gaat het gewoon aan je voorbij. Je onthoudt het gewoon niet. Dus dat was wel heel frustrerend. En gelukkig kon ik daarna Nadine bellen. Die alles wel heel goed kon relativeren. Dat ook als je niet ziek bent, dan kom je ook nog te laat bij de dokter. Of dan kom je helemaal niet opdagen omdat je een afspraak vergeet. Dus toen kon ik gelukkig wel lachen. Maar dat was wel echt een hele nare situatie. Die ik gelukkig niet vaak heb meegemaakt. Wat zou jij voor adviezen geven aan partners van mensen met een burn-out? Als eerste zou ik zeggen, je hoeft het niet te begrijpen. Het is helemaal oké als het een compleet mysterie voor je is wat er met je partner aan de hand is. Ik zou wel zeggen, wees er eerlijk over en vraag aan je partner wat die van jou nodig heeft. Het belangrijkste wat ze denk ik van je nodig hebben is jouw geduld en begrip. Als jij weer eens vraagt om iets leuks te doen en je partner haakt op het laatste moment af, zoek dan gewoon iemand anders om iets leuks mee te doen. Ga niet boos worden omdat het herstel zo lang duurt, want iedereen doet het op zijn eigen tempo en hoe meer je erop gaat hameren, hoe meer het herstel eigenlijk tegenhoudt, want je geeft die persoon een hartstikke groot schuldgevoel en je voelt je al heel erg schuldig omdat je niet meer leuke dingen kan doen met je partner. Ik denk dat het voor jezelf wel heel goed is om misschien dan afspraken met je partner te maken, dat hij of zij misschien heel goed van tevoren aangeeft als hij denkt dat hij een bepaalde afspraak met jou niet gaat redden. Want dan kan jij natuurlijk ook andere afspraken maken. En dat kan natuurlijk wel gewoon prima. Ik denk ook niet dat het helemaal gezond voor je relatie is als jij compleet je eigen gang gaat. Dus blijf wel heel erg met elkaar communiceren over ja, wat er aan de hand is en wat je partner wel kan en wat je partner niet kan. Hoe hebben vrienden en familie je geholpen? Vrienden en familie waren heel respectvol naar mij toe. Als ze iets niet begrepen, dan stelden ze daar vragen over en gaven ze mij ook alle ruimte om daar antwoord op te geven. Dit heeft zeker geholpen bij mijn herstel, want ik voelde me heel vrij om erover te praten en had nooit het gevoel dat iemand me veroordeelde of vond dat ik me aanstelde. En dat is echt heel belangrijk, want je schaamt je zo erg en je wil echt het liefst onder een steen wegkruipen. Maar als je het gevoel hebt dat de mensen om je heen het accepteren, dan ga je dat niet zo snel doen, want je hoeft jezelf dus niet te verbergen. Je hebt 6 maanden lang een burn-out gehad. Hoe krijg je het voor elkaar om zulke inspirerende, positieve video's te posten? Dit was meer een opmerking dan een vraag, maar ik vind het wel heel belangrijk om er even bij stil te staan. Tijdens mijn burn-out was het maken van deze video's echt het hoogtepunt van mijn week. Het is echt ongelooflijk hoeveel plezier het me geeft om überhaupt creatief bezig te zijn met beeld. Het is voor mij net schilderen om dan die beelden achteraf in elkaar te zetten. Maar bijvoorbeeld ook de interactie met jullie en dat bijvoorbeeld eentje van jullie heeft durven onderhandelen naar aanleiding van een video van mij, of beter kan studeren of weer een lekker recept ontdekt heeft. Dus de positiviteit die ik uitstraal in deze video's, dat komt ook grotendeels door de interactie met jullie en alle positiviteit die ik van jullie terugkrijg. Dus dank je wel daarvoor. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik ben zo dankbaar voor alle positiviteit die ik ook van jullie terug heb gekregen tijdens die nare periode en de energie die ik daarvan kreeg. Heb je ontslag genomen of mag je niet meer werken van de arts en ga je daarom op reis? Zoals eerder gezegd wilde ik al heel lang op reis en was ik al over een sabbatical aan het praten op mijn werk. We hebben er veel over gepraat en in goed overleg afscheid van elkaar genomen. Wat moet dat een dubbel gevoel zijn, ook tegenover je collega's? Hoe ging je daarmee om in het kader van burn-out, even niet werken, wel zichtbaar zijn voor hen op YouTube? Het was een verschrikkelijk gevoel. En ik wist ook dat mijn collega's dat zouden zien. Maar op dat moment was YouTube een van de belangrijkste uitlaatkleppen die ik had. En daardoor maakte het onderdeel uit van mijn herstel. Sommige mensen gaan schilderen, andere mensen gaan muziek maken. En ik maakte YouTube-video's. Op dat moment koos ik dus 100% voor mezelf. En moest ik dus even helemaal links laten liggen wat andere mensen daarvan zouden denken. Natuurlijk wist ik dat mijn collega's dit zouden zien. Ik werkte in de media, zij kijken net zo goed YouTube. Maar ik had gewoon echt niks te verbergen en koos op dat moment gewoon voor mezelf. Hoe ging jij om met meningen van familie, slash vrienden, slash medici die zeggen, oh, dat is wel lang. Zit je niet depressief op de bank dan zo lang? Als de eerste opmerking oprecht is, dan vind ik het geen probleem om uit te leggen hoe het werkt. Als het een zeer valse ondertoon heeft, dan geef ik denk ik heel kortaf antwoord. Hoe ga jij om met mensen in je omgeving die een burn-out niet als een ziekte zien? Of mensen die tips geven in de trant van, je moet gewoon even een week iets gezellig doen en dan komt het wel weer goed. Mensen die een burn-out niet als ziekte zien, heb ik gelukkig niet meegemaakt. Maar ik denk dat als ik dat mee had gemaakt, dat ik ja, op precies dezelfde manier zou reageren als bij de gemene opmerking. Gewoon het ene oor in, het andere oor uit en ik negeer je gewoon, want ik heb geen energie voor je. Ik ben benieuwd hoe en of je je burn-out had kunnen voorkomen en of je hem had willen voorkomen. Wat heeft het jou gebracht? Daar kan ik heel kort over zijn. Nee, ik had mijn burn-out echt niet kunnen voorkomen. Zoals ik al zei, hou ik heel erg van hard werken en zoek ik altijd mijn grenzen op. Ik denk zeker dat dat onvermijdelijk was op dat moment. Ik had hem uiteraard zeker wel willen voorkomen en heb daar ook jarenlang mijn
mijn best voor gedaan, om het zo maar te zeggen. Ik wist echt wel dat ik tegen mijn grens aanliep. Maar ik wist nooit waar zeg maar het einde was, om het zo maar te zeggen. Ook heb ik het met een hele goede vriendin van mij van heel dichtbij meegemaakt, waardoor ik dacht meer dan genoeg kennis te hebben om het wel te voorkomen. En helaas is het toch niet gelukt. Wat het me heeft gebracht, in ieder geval heel veel helderheid. Ik weet op dit moment vrij goed wat ik wel leuk vind, wat ik niet leuk vind. Wie ik leuk vind, wie ik niet leuk vind. Waar ik wel energie aan wil besteden, waar ik geen energie aan wil besteden. Ook zeker hoe ik met conflicten omga, want dat was wel altijd een struikelblok voor mij. Maar ook waar ik heel erg gelukkig van word en hoe ik de rest van mijn leven wil inrichten. Het plaatje is zeker nog niet compleet. Ik denk dat ik daar nog zeker veel meer achter ga komen naarmate de afstand groeit. Want dan kan je er beter op terugkijken. Maar voor nu ben ik zeker een stuk wijzer geworden door wat ik heb meegemaakt. Welke externe hulp heb je genoten naast je persoonlijke hulpmiddelen? Ik heb hulp gehad van een bedrijfsarts, een psycholoog en een coach. Elk van deze mensen heeft een andere rol gespeeld bij mijn herstel. En ik kan het je zeker van harte aanraden om elk van hun aan te schakelen, mocht je ook in dezelfde situatie zitten. Hoe voorkom je een burn-out zo goed mogelijk? God, ik wou echt dat ik het antwoord wist, maar ik weet het oprecht niet. Wat ik je wel kan vertellen is wat ik anders zou doen met de kennis die ik nu heb. Op het moment dat je elke ochtend jankend achter je ontbijt zit en geen uitweg ziet om dingen anders te doen, ga naar je huisarts en leg de situatie uit. Dit is denk ik een fase waaruit je nog relatief snel kan herstellen. En het is zo veel makkelijker om iemand anders aan de noodrem te laten trekken dan dat je dat zelf moet doen. Zeker als het een professional is. Zelf zeggen dat het niet meer gaat, terwijl je nog kan lopen, praten, eten en misschien andere dingen ook, is gewoon echt een hele moeilijke beslissing en voelt gewoon heel raar. Laat die beslissing dus aan een professional over en luister dan ook echt naar hun advies. Dat zou ik nu anders doen. Dit was deel 2 van de Burnout Vragen serie. Deel 1 kan je via deze link bekijken of via de link hieronder in de beschrijving. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.